Ik ga vandaag balkenbrei bereiden. En balkenbrei, dat is een heel oud streekgerecht. En de grap is dat er zoveel soorten balkenbrei zijn als er streken in Nederland zijn. Overal wordt die ook weer anders gemaakt. Ik kom oorspronkelijk uit Zuid-Limburg en daar ging er altijd varkensbloed in de balkenbrei. En die zag er ook een beetje rood uit. De balkenbrei die ik vandaag ga maken, die maak ik volgens een recept van mijn grote vriend Frans Oosterwijk. Dienstmoeder op de boerderij, ze kwam uit Salland. Die gebruikte echt geen bloed in de balkenbrei. Wat erin gaat, ja, dat is eigenlijk slachtafval. Als ze vroeger een dier geslacht hadden, een koe of een varken, dan moesten ze nog iets met die ingewanden doen. Balkenbrei, dat komt van het woord ballig zit daarin. En ballig betekent buik. Dus balkenbrei is eigenlijk gewoon een brei van dingen die in de buik van het dier zaten. Zoals kalfsnieren heb ik hier. Ik heb een kalfslever, een deel daarvan. Een stuk bavet van het rund. Varkensspek. En dit is heel mooi. Dat is een varkenshart. Misschien moet je ervan rillen, maar het is gewoon een spier. Net als alle andere spieren van het beest dat je eet. Ik heb het vlees in de kook gebracht in 3 liter water. En ik ga dat heel even afschuimen. Met een schuimspaan. En dan ga ik een eetlepel van dat rommelkruid toevoegen. Flinke eetlepel. Straks komt er meer bij. En wat peper en zout. Zo. En dit laten we een uurtje trekken op een zacht vuurtje. Ik heb de bouillon een uurtje laten trekken ongeveer. Het vlees is nu al gaar, dus dat kan eruit. Hart. En een stuk lever, spek. Hoppa. De volgende stap is het zeven van de bouillon. Puntzeef, bolzeef in elkaar. Zo. Het vlees eventjes in stukken jassen en dan gaat het door de vleesmolen. Balkenbrei maak je met boekweitmeel. En hoeveel precies je nodig hebt, ja, dat ligt een beetje aan hoeveel het vlees die je hebt. De verhoudingen, het moet goed stijf worden. Ik zeef het eventjes het meel en de hoeveelheid, ik kijk straks even wat ik nodig heb. Nou, we gaan nu lekker breien, de brei maken. Ik ga een deel van die bouillon, ongeveer een derde, doe ik in een pan. Een beetje dikke bodem. En daar voeg ik een deel van het boekweitmeel aan toe. Heb ik gezeefd, hè. En dan moet er een papje ontstaan. Het vlees gaat erbij. Hoppa. En het rommelkruid, de rest van het rommelkruid, en dat is een beetje naar smaak. Als je van dat rommelkruid die smaak houdt, doe je er wat meer bij. En nou is de kwestie van roeren, roeren en blijven roeren. Want dit moet natuurlijk heel stijf worden. Meer bouillon erbij. Hier moet je toch spieren voor hebben. En anders krijg je ze wel. De laatste stap is het vullen van een vorm met de brei. Ik doe er wat bakpapier in, want ik wil natuurlijk dat het er straks ook weer uitgaat. En ik ga vieze handen maken. Ik ga dit niet allemaal proberen zonder handen te doen, want dat gaat gewoon niet lukken. En je kan je handen weer wassen. Ik ga hem opvullen helemaal, goed aandrukken. En dan laat ik hem opstijven verder in de koelkast. En dan moet het een hele vaste massa worden als het goed is. Waar we dan straks mooie plakken van kunnen snijden. Voor het bakken van de balkenbrei. Plakken balkenbrei. Maar dat gaat vandaag niet meer gebeuren. Dit moet helemaal afkoelen, opstijven. Dus de balkenbrei eten we pas op zijn vroegst morgen. Een dagje later. De balkenbrei heeft de hele nacht in de koelkast gestaan. Ik heb wel na een uurtje heb ik hem uit dat bakblik gehaald en het papier gewoon verwijderd, op een plank gelegd, zodat hij ook zijn vocht echt kwijt kan raken in die koelkast waar het vrij droog is. En nu komt het leukste gedeelte van de balkenbrei, namelijk het bakken en opeten. Ik heb een pannetje, daar heb ik wat reuzel in gedaan, daar bak ik graag in. Reuzel, kan ook een roomboter, maar het is natuurlijk wel heel authentiek en smaakvol. Ik ga een plak afsnijden. Ik had er al 2 klaar liggen. En je ziet dat die vrij vast is geworden. In ieder geval zo vast dat ik er echt een mooie plakken van kan snijden. Dit is de dikte die je wil hebben. Het moet niet dunner zijn, want dan valt het al uit elkaar voordat je het in de pan hebt gelegd. En
ja, dat afbakken is een kwestie van erin leggen, goed heet laten worden die pan. Op één kant goed bakken en dan omdraaien en de andere kant bakken, dat die krokant is. En nou, let's go. Doe er wat meer, want er zijn wel meer mensen in huis die van balkenbrei houden. Nou, kijk eens, dit is balkenbrei, gebakken balkenbrei. Die geur van dat spul, dat is echt fantastisch. Dit is de geur van mijn jeugd. Balkenbrei, tussen de middag, gewoon met niks of met een geroosterde boterham. Ik heb wat zelfgemaakte mosterd, zullen we het ook een keer over hebben. Mosterd zelf maken, is ook heel leuk. Nou, hopelijk verbrand ik mijn bek niet. Maar ik moet dit even proeven. Kijk. Zo ziet het er van binnen uit. Echt lekker. Zo maak je balkenbrei, het lievelingsgerecht van Frans Oosterwijk. Heb je ook een lievelingsgerecht dat je graag met ons wilt delen? Ga dan naar onslievelingsgerecht.nl. En vind je mijn video's fijn? Heb je er wat aan? Abonneer je op mijn kanaal, dan maak ik er nog meer. Tot de volgende keer.